hier ook... Zie je bezig, maar ik heb toch wel even... Heel veel slapen. En was u dat niet gewoon, die dat zei? Ja, dat zei je hoor. Ik kom daar wel vooruit. Het werkt prima natuurlijk. Ik doe het gewoon helemaal geweldig. We kunnen niet zonder. Het enige waarom je hier komt, voor de rest... Laat je zakken vullen. Hans, neem je pilletje nou op tijd in. Ik ben de keeper van Tsjernobyl. U nieuw hier, meneer? Zal ik ook iedere keer zelf vragen? Kom door. U bent een beetje ondeugend, dacht ik. Nee, hoe komt je op het? Kan je wel afscheid nemen van hem? Of niet? Een beetje. Vind je het moeilijk? Ja? Ik heb een half uur les gehad en toen heb ik de examen aangevraagd. Ik ga slapen. Wat rusten dan? Wat rusten. Komt wel beter uit in het licht. Dankjewel. Heb je het filmpje op YouTube gezien? YouTube? Ja? Van wat Kees gemaakt had. Zeg je? Ellie zei van, kom Kees, is nou meester tussen 11 en 12. En dat is onze belangrijkste man hier. Ja, zeker. Zonder deze man hier gaat niks naar Rusland. Niks naar Wit-Rusland, hè? Hé Jan? Ja. Jan, kijk eens in de camera. Een rasrechte. Ja, een rasrechte. Waar komt u vandaan? Van Sneek, hè? Sneek, waar ligt dat? Leeg nou, hè? Ja? Hij is nog helemaal leeg. Ja. En je wil gewoon graag op de film, hè? Ja, dat moet je niet doen, man. Nee, waarom niet? Zo'n lelijke vent erop, die valt er zo vanaf. Welke vent? Deze. Ja. Had jij gemaakt, hè, het filmpje van YouTube? Ja. Kees, kom op, de pak je toch makkelijk alleen. Ja. Het is toch alleen maar van... Het is alleen maar van Piet. Heb je hem? Je neemt niet stiekem een hap. Nee, want ik mag dit ook niet. Oh, je was vrijwilliger hier, hè? Ja, ik ben vrijwilliger. Ja, nog steeds. Ja. Het ruikt heerlijk. Het ruikt lekker, ja. Beetje zout erop of... Het werkt prima natuurlijk. Ik doe het gewoon helemaal geweldig. We kunnen niet zonder. Zonder de. Zonder. U bent een beetje ondeugend, dacht ik. Ik? Nee, hoe komt je op iets? Laten we daarop houden. Nee, dat was maar één plakje, zag ik. Ja, maar bij kaas gaat hij dubbel. Oh ja. Hier zie ik hoe het dubbel. Je moet je nog uitleggen. Een beetje aangewijs? Ook, een beetje. Hebben we hier met een echte Fries te maken? Ja. Uit Sneek? Een raasechte. Uit Snet? Ja. Geboren en getogen? Geboren en getogen. Mooi. Ik ben net 70 geworden. Ah joh, je ziet er nog zo jong uit. Ja. Hey. En is van jou geweest, dat ding? Ja. En wat doe je er nu mee dan? Heb je je rijbewijs ook of? Ik? al bijna 50 jaar. Ik heb een half uur les gehad en toen heb ik de examen aangevraagd. Moest ik samen nog eens rijden maar. En een klein blakje jongens, ze gaan me terug, zei hij. Geslaagd, klaar. En verdien je hier nog wat mee met die ritjes? Of, Ja. Nee? Nee, dat is vrijwillige basis. Fantastisch, hè? Ja. Precies. Wat is wel een lel van een auto, hè? Ja, het is een hele kubieke meter. Ja. Stil zijn. Hem zijn vader, we willen u danken voor deze dag dat wij die vracht hebben mogen laden voor Wit-Rusland, voor de mensen die u allemaal lief heeft. Hé hey, jongens, we hebben het werk gehad, ja, we hebben al die taart in. Ja. Maar dat is het, jullie krijgen toch geen taart. Echt niet.
goed. Nou, willen we ook niet meer. Ja, ja. Mooi. Bedankt voor de goede zorgen. Wacht, bedankje. Dag allemaal. Dat is leuk om je te zien te hebben. Het was heel gezellig. Ja. Ja. Papa, papa, je bent goed in, hè? Ja, ja. Goed, hè? Alleen voor het zakken gooien. Moet je doorgaan, zo. Kijk ook nog mee. Nee. Dat kan niet verder. Ja, ja. Kom met een kaartje. Met een paardje. Wat dan? Ik heb een grote zakken. Hé, wil je deze hebben? Ja, ja. Gaat het nog een beetje, meneer? Ja, gaat goed. Zo. Hier. Dat allemaal zelf, hè? Ik ben de keeper van Tsjernobyl. Ja, ja, je hebt er een gehouden. Deze hagepreek hier. Hop, zie ik. Weet deze nummer eerst dit, hè? Ja. Kom naar het volk. Mag het ook mee? Moet dat ding er nog in? Dag André. André, ja? Ben je mooi op tijd voor het grootste dat we komen kan? Alleen voor het zakken gooien. Het enige waarom je hier komt, voor de rest. Maar zakken vullen. Ja. Nee. Wat doet u hier, meneer? Kijk, ik sta hier meestal met mijn handen in mijn zij. Oh ja. Ja, dat is. Dat heb je afgekeken van iemand? Favoriete bezigheid. Maar heb je aan het begin gefilmd? Ja. Ja. En nu? Zullen we even kijken, Sjane? Dat is juist interessant voor jou, hoor. Want u hebt er verstand van, zo te horen. Ja, ik loop hier altijd rond, als deze dagen. Aha. Kijk, we kunnen nu de achterwand zien. En regelmatig. Oh ja. Nog een alsjeblieft. Is dit de clown van de onderneming? Ja. Kan heel nog even wagen. Als die te erg wordt, dan gooi ik gewoon terug. Oh ja. Het enige waarom je hier komt, voor de rest. Zakkenvullen? Ja. Nee, zakken gooien. Gevuld? Hij is de zakkenvullers. Bent u nieuw hier, meneer? Zet ook iedere keer dezelfde vragen. Vanochtend al een keer en vorige keer al een keer. U ziet er heel anders uit nu. Ja, ik sta nu buiten in het licht, hè. Dan is het heel wat anders dan in het donker daar. U komt wel beter uit in het licht. Dankjewel. Heb u misschien een betere vraag voor mij om mee te beginnen? Ik denk dat je Heine dan wat dingen moet vragen. Heine? Nou, daarvoor ben ik hier. Voor Heine? Nou, voor Heine, voor het werk wat Heine doet, hè. Oh, werkt hij dan? Ja. Ik zie hem alleen maar met zijn handen in zijn zij trouwens. Als vrijwilliger, is het zo? Net zoals jij. Ik zie hem nou. Ja. Dan sta je wel mooi voor het blok, hè? Ja. Ja, meneer. Ik kan het hebben. U kunt het hebben? Ik kan het hebben. Ik heb tijd rusten. Moet ik even een dekentje voor je halen? Ja. Zal ik even pakken voor je? Ik ga toch nog op de hoop. Ik heb wel een plank. Deze hoofdstop. Voordat de eerste dok daar is. Ja. Hey, je ziet, Richard heeft nog niet zoveel ervaring. Nee, dat klopt. U maakt vrienden hier? Ja. Ik kan hem niet overheen.